Hallo en welkom bij deze video. Mijn naam is Stefan en vandaag wil ik het specifiek gaan hebben over waarom jouw telefoon, waar je hoogstwaarschijnlijk deze video op kijkt, jou arm maakt. Dus laten we direct beginnen met deze video. Welkom bij deze nieuwe video van mij en ik ben enorm enthousiast om de eerste video van deze week aan jullie te laten zien. En in deze video wou ik het heel kort over hebben over waarom jouw telefoon, onze mobieltjes, in de tijd van tegenwoordig hoogstwaarschijnlijk jouw arm maken. Althans niet hoogstwaarschijnlijk, maar meest waarschijnlijk jouw arm maken. En ik zal je in deze video een aantal redenen geven waarom en waarom ik dat zie. En waarom ik de grote stap heb gemaakt tot het worden van succesvol. Althans wat succes betekent binnen mijn optiek. Hoe ik succesvol ben geworden en hoe het vermijden van mijn telefoon mij heeft geholpen om die stappen te zetten naar succes. En ik wil jullie vandaag in deze video kort een aantal redenen geven en ook laten zien waarom ik jou zou aansporen om je mobiel weg te leggen en bezig te gaan met het werk die je moet doen om ervoor te zorgen dat jij gewoon financieel onafhankelijk kan worden. En de eerste reden, en ik wil direct induiken in deze video met deze redenen, omdat ik heb van een aantal mensen gehoord dat ze de focus niet zozeer hebben op hun werk, maar meer op het bekijken van mensen op Instagram of op Facebook die succesvol zijn. En ik zal je één ding zeggen wat eigenlijk de belangrijkste reden is om ervoor te zorgen dat je je telefoon wegdoet en je bezig gaat met je werk. En de meeste mensen die dit kijken hebben waarschijnlijk al een marketing agency of beginnen er net eentje. Dus ben jij iemand die ermee begint, dan zijn deze redenen enorm van belang voor jou. En ik hoop dat je ze echt tot je hart neemt en dat je ze ook daadwerkelijk toepast voor jou en je bedrijf. Want dit zal niet alleen jouw persoonlijke situatie verhelpen, in de zin van je brein rust geven en je hersenen ook rust geven, maar ook je bedrijf helpen om meer stappen te zetten. Want je moet het zo zien, als jij de focus legt op andere mensen, en voornamelijk op een reactieve manier, dan zal het veel langer duren voordat jij de focus hebt om jouw eigen bedrijf in de goede richting te krijgen. En daarbij, dat brengt me eigenlijk tot de eerste reden. En de eerste reden eigenlijk waarom je telefoon jouw arm maakt, is omdat de mensen die op social media zitten, puur reactief zijn. En wat ik daarmee bedoel is, als je bijvoorbeeld in een trein zit of je gaat naar school, in de bus. Ik kan me nog steeds herinneren dat er heel veel mensen zaten, heel veel scholieren, die continu op hun telefoon door hun feed zaten te scrollen. En de naam feed, Facebook feed en Instagram feed, dat zegt al genoeg. Wat zegt dat? Een feed betekent dat het jou feed, dus het geeft jou eigenlijk voeding om van geluk te kunnen spreken, zeg maar. En daarbij komt er een bepaalde hormoon vrij en dat is cortisol. En cortisol is een hormoon die wordt ingezet in die ons een bepaald goed gevoel geeft, zeg maar. En wat jij wilt doen is deze hormoon vermijden. En de manier waarop je dat doet is door bijvoorbeeld niet direct op social media te gaan wanneer je wakker wordt. Dat is een van de slechtste dingen die je kan doen. En nogmaals, de reden daarvoor is omdat er de feed is. En de feed voedt jou letterlijk met informatie die jouw hersenen eigenlijk moeten processen. En daarbij, als je dat al hebt gedaan, ook al is het maar voor 5 minuten, zijn jouw hersenen in zo'n reactieve modus gekomen in het begin van de dag, dat het komen tot een actieve modus heel moeilijk is. Daarom ben ik zo'n tegenstander van het schoolsysteem. En het schoolsysteem is een systeem dat gecreëerd is op basis van reactivisme. En wat ik daarmee bedoel is, je gaat zitten, je krijgt les en je moet reactie geven op dat wat er wordt gezegd. En dat is het jammere van het hele schoolsysteem, want daarmee worden scholieren alleen maar reactief in plaats van dat ze proactief worden. En proactief bedoel ik mee eigenlijk dat ze zelf vanuit zichzelf iets gaan doen, omdat zij voelen dat zij een bepaalde drang hebben om dat te doen, een behoefte hebben om dat te doen en het ook daadwerkelijk leuk vinden om te doen. Want 95% of misschien zelfs 98% van alle scholieren die naar school gaan, vinden school niet leuk. Dus die komen in een reactieve modus. En dat is iets wat we willen vermijden wanneer wij een marketing agency starten of willen groeien. Want onze focus is beperkt. Mensen kunnen een beperkt aantal beslissingen nemen op een dag. En dat is mijn tweede reden. Mensen kunnen een beperkt aantal beslissingen nemen op een dag. En als jij dat aantal beslissingen, zeg maar, geeft aan je mobiel en ook die kleine micro beslissingen, zeg maar, doet op Instagram door iemand te gaan zoeken of iemand te gaan kijken en hun leven, bij wijze van spreken, te kijken op je scherm, dan vervalt eigenlijk die focus die jij kan leggen op jezelf en die beslissingen eigenlijk die jij kan nemen voor jouw bedrijf. Stel je voor, als je wakker wordt en direct die beslissingen kan nemen voor jouw marketing agency en al die beslissingen, voornamelijk de hoofdbeslissingen, blijven bij jouw bedrijf.
dan zal je bedrijf groeien binnen een zeer, zeer, zeer snelle tijd. Dus hoe minder afleidingen je hebt, hoe meer focus je kan leggen op dat wat daadwerkelijk belangrijk is. En ik hoop dat het nog een beetje te volgen is deze video. Mocht ik een beetje out of topic gaan praten, dan hoop ik in ieder geval dat het een beetje te volgen is voor jullie. Maar de reden waarom ik deze video wil maken is omdat het gewoon zo belangrijk is. En ik zie mijn coachingstudenten ook hiermee in de valkuil gaan. En dit is nou hoe je eigenlijk faalt. Hoe je falen garandeert. En ik wil jullie opzetten voor succes. Ook de mensen die deze YouTube video's kijken, puur als waarde zijnde. Zodat jullie beseffen wat eigenlijk onze mobielen doen. En daarbij heb ik een heel goed boek, die ik trouwens nog niet gelezen heb. Maar ik ben zeker van plan om die te gaan lezen binnenkort in een zo snel mogelijke tijd. En dat is Shallows. Ik weet niet precies door wie het geschreven is. Maar dat boek praat over wat het brein, wat social media en moderne technologie doet met ons brein. En nu klinkt het misschien heel dubbel, want ik maak heel veel video's. Je ziet waarschijnlijk heel veel content die daar buiten komt bij mij. Maar dat is voor mijn studenten. Dat is voor mijn studenten om te zien. En dat is daadwerkelijk voor hun om bepaalde informatie te krijgen. Nog als extra, zeg maar, naast de informatie die ze al anders krijgen van mij binnen mijn cursus. Dus mijn focus ligt op het helpen van zoveel mogelijk mensen. En het helpen van zoveel mogelijk mensen betekent ook het zoveel mogelijk onder de aandacht brengen van mensen, zodat je ze kan helpen. En dat doe ik door middel van die verschillende kanalen. Maar dat betekent niet dat ik er hele dagen op zit om andere mensen te gaan kijken en te kijken wat zij doen. Sterker nog, brengt mij bij mijn reden 3. Mijn reden 3 is dat je telefoon maakt je arm, omdat mensen, en als het jouw arm maakt, dan maakt het iemand anders rijk. Ik hoop dat je dat snapt, want wat ik daarmee bedoel is, als jij ernaar aan het kijken bent en jij ziet bepaalde dingen voorbij komen en dergelijke, hoogstwaarschijnlijk, als ze het goed doen, verdienen ze er geld aan. Dus de mensen die jij aan het kijken bent, verdienen geld. En in mijn hoofd, in het begin, toen ik daarbij stilstond, dacht ik van, oké, waarom zou ik aandacht schenken aan iemand zodat diegene geld kan verdienen? Want het is gewoon een businessmodel en je moet het gaan zien als een businessmodel. Social media is business en het is een bedrijf, het is een onderneming. Net zoals 99% van de dingen die jij nu om je heen ziet. Het is een bedrijf, het is gestart door iemand en het is ontwikkeld door verkoop te doen, of het nou een product of een service is. En social media moet je ook op die manier gaan zien. En gaan zien dat mensen die daar iets op plaatsen, geld verdienen. Dus waarom zou jij je aandacht schenken aan die mensen, zodat zij geld kunnen verdienen? In plaats van dat jij zelf geld kunt gaan verdienen via social media, door bijvoorbeeld een marketing agency te starten. Dat is een van de belangrijkste redenen, vind ik persoonlijk, om niet op je telefoon te zitten. Althans, minder op je telefoon te zitten. En ik raad ook altijd aan mensen aan, sterk aanraden. Nou, ik heb dat ook gedaan destijds. Verwijder Instagram van je telefoon. Als je dat niet doet en dat een stap te ver vindt gaan, ontvolg dan mensen, gewoon iedereen, tot nul. En kijk dan hoe grappig dat eigenlijk is, dat wanneer je dat gaat doen, zul je merken dat mensen direct als vliegen op je afkomen en zeggen van, waarom heb je mij ontvolgd? Vind mij niet meer leuk, vind je mij niet meer belangrijk in jouw leven, et cetera, et cetera. En zij moeten gaan leren begrijpen dat het een business is. Dus net zoals jij dat nu moet inzien, mocht je dat nog niet ingezien hebben, voorafgaand aan deze video. Social media is een business, het is een bedrijf. En uiteraard kun je wel waarde uithalen, net zoals ik jullie geef in deze video's. Maar je moet er niet continu hele dagen op gaan zitten, want dat gaat alleen maar ten koste van jou, jouw energie, jouw beslissingsmogelijkheden en wat jij kan behalen met jouw bedrijf. Dus ik hoop in ieder geval dat die 3 redenen een beetje duidelijker waren voor je. En dat je ook meer inzicht hebt omtrent waarom nou eigenlijk je telefoon of je mobiel je arm aan het maken is. En dit zeg ik met een reden. Dit zeg ik bewust omdat ik ook de dupe was 2 jaar geleden. Van dat ik te veel op mijn telefoon zat. Veel te veel ging plaatsen op Instagram. Uiteindelijk wel heel veel volgers opbouwde. Maar uiteindelijk die volgers niet kon converteren tot iets anders. Dus daar bleef het dan ook bij. Dus ik wil jullie graag enthousiasmeren om te alsjeblieft adviseren ook daarbij. Dat jullie social media gaan inzetten als een bedrijf. En niet als iets waar je reactief als een zombie, zoals die mensen in de ochtend, cortisol gaat spiken bij jezelf. Die hormoon cortisol gaat spiken bij jezelf. En als een zombie op die feed gaat zitten en kijken hoe andere mensen geld aan het verdienen zijn. Terwijl jij precies hetzelfde kan doen door gewoon slim te zijn en het slim te gebruiken. En ook iets wat ik in mijn cursus uitleg, door gewoon structureel content te plaatsen, waarbij je niet erop zit, maar het wel wordt geplaatst, zodat andere mensen het zien, vertrouwen opbouwen en jij die mensen kan converteren naar gesprekken en eventueel naar meer omzet voor jouw bedrijf. Ik hoop dat deze video informatief was voor jullie. Ik hoop in ieder geval heel veel meer video's van dit soort aard te maken, laat ik het zo zeggen, want
ik merk dat gewoon heel veel coachingstudenten van mij hier tegenaan lopen. En ik wou gewoon heel graag een video maken die jullie hierbij hopelijk helpt. Waar jullie iets mee kunnen in de toekomst. En zodat jullie je telefoon en mobiel aan de kant leggen wanneer het focus moet zijn op je werk. Niet reactief, maar proactief. Om een onderneming te starten moet je proactief zijn. Je moet een bedrijf starten. Je moet tijd investeren. En je moet het bedrijf uiteindelijk leren groeien. En mensen benaderen om klanten te krijgen. En dat is iets wat proactiviteit vraagt. En niet reactiviteit of reactivisme zoals scholen hebben aangeleerd jou te leren. En dat is niet iets wat we willen doen. We willen dat uit ons systeem halen en proactief bezig gaan met dat wat we moeten doen. Dat afmaken, meer klanten krijgen, meer omzet draaien voor ons bedrijf. En uiteindelijk meer mensen helpen zoals ik ook hoop met deze video's te doen. Mensen, dankjewel voor het kijken van deze video. Mocht je deze video interessant hebben gevonden, laat dan zeker een comment achter. Ik probeer te reageren op alle comments die op deze video's komen. Puur omdat ik jullie waarde wil geven en jullie wil helpen met het groeien, starten of uiteindelijk eventueel beter maken van jouw business, of het nou een marketing agency is of een andere business. Ik hou van om mensen te helpen, vandaar ook deze YouTube channel. Dus mocht je deze video interessant vinden, laat ook zeker een like achter. Abonneer je op deze kanaal en klik op de belnotificatie om altijd de notificatie te krijgen wanneer ik een video plaats. Want laten we eerlijk zijn, er zijn heel veel andere mensen die op YouTube iets plaatsen met ja, eigenlijk gewoon nutteloze content die je niet kan helpen, die je niet op weg kan helpen. En ik ben hier om daar verandering in te brengen, om jullie te helpen om de beste versie van jezelf te worden ten eerste. En ten tweede financieel onafhankelijk te worden. Wat dan ook je doel is, of het voor jezelf is, je familie, je vrienden, etc. Uiteindelijk om dat te behalen en dat als doel te hebben. Mensen, dankjewel. Ik kijk er nog naar uit om je in de volgende video ook weer te zien, die waarschijnlijk aanstaande donderdag zal komen. Dankjewel voor het kijken nogmaals en ik wens je nog een hele fijne dag.